Goedenavond allemaal. Wedstrijd Deinze Hamme 1-1. Frankie Schieters, trainer van Hamme. Wat is uw visie over de wedstrijd? Wat heeft u beleefd? We zijn in zijn minst 15, 20 minuten met knikkende knie. Het ging heel snel bij Deinze, veel sneller dan bij ons. We kregen geen vat op het middenveld. Absoluut niet. Goed, we bleven redelijk in blok. We kregen jammer genoeg die goal tegen. Maar al bij al, die ploeg drijft nog een beetje op die sfeer van vorig jaar. Waarbij dat ze een fenomenaal resultaat zetten. En dan zie je dat ze blijven in de wedstrijd doen. En dan hebben we daar eigenlijk een reuze kans, waardoor dat er vertrouwen komt. En dan zie je dat de ploeg weer beetje bij beetje in de wedstrijd komt. In de tweede helft iets meer. Maar uiteindelijk, ja. Voor mij is 1-1 voor ons absoluut goed. Alleen als je dan in de 81ste minuut alleen voor dat goal komt, dan doet dat enorm veel pijn dat je die 3 punten niet hebt. Al bij al ben ik, gezien de kwetsuren die we hebben en de laatste 2 moeilijke weken na de wedstrijd tegen Beerschot, ben ik al bij al tevreden van mijn ploeg. Ja, je zegt ze drijven nog op het enthousiasme van vorig seizoen. Op het groepsgevoel, ja. Het is een heel hecht team. Ook de jongens die erbij gekomen zijn, hebben bewust gekozen om een beetje diezelfde mentaliteit te hebben. En die zijn heel snel opgenomen in de groep. Als groep zijn ze heel sterk individueel. Hebben misschien niet de grote talenten in vergelijking met sommige andere ploegen. Maar als groep zijn we toch. Kunnen we redelijk vinden. Regie 1-1, ben jij daar tevreden mee? Mag ik zeggen wat ik tegen mijn spins gezegd heb? Ja, dat is. Ik vond vanavond heb ik me heel vanavond eigenlijk bijna geërgerd. Ik vond het een heel zwakke partij. Heel zwak vond ik. De redding vond ik ook zwak. Ik vond alles wat op veld toen zwak, echt waar. Ondanks dat we weer redelijk begonnen en 1-0 komen en dan pakken we een tegel op een nul voor ons. Kunnen we dat toch voorstellen? En dan geven we er nog op het laatste een kans weg. Dat is geen kans dat afgedwongen wordt. Die hebben we gewoon in de voeten geven van ja, toch iemand de betere spitsen uit de reeks. Gelukkig dat die niet afwerkt. Maar ik vind dat we niet goed voetbald hebben. Te traag, te lamlendig. Na de 1-0 dachten we precies dat we Barcelona waren. Dat heb ik ook gezegd tijdens de rust. Met een Naksken en een Nielken en een Jormel. Ja, op een veel te traag tempo. En je weet dat Hamme vorig jaar kampioen gespeeld is, als ik dat mag zeggen, niet alleen op individuele talenten, maar vooral op een goede groep te hebben. En als je daarop meespelen op het tempo van een tegenstander, dan weet je dat we het nooit te kunnen houden, omdat wij niet zo sterk in het duel zijn. We laten ons opzij zetten. De scheidsrechter die daar wel max is, dat geeft frustraties en dat komt er geen focus meer op de match. En ik blijf erbij, ik vind dat we vandaag een van de zwakste matchen gespeeld, gevoetbald hebben, sinds dat ik in Deinze ben. Dus werk aan de winkel van de week. Er is altijd werk aan de winkel. Hè. We weten dat we een nieuwe ploeg hebben, dat hebben we wel omschreven. Ik heb wel gezien bij ons regionaal dat dan maar ging naar een topploeg komen. We hebben geen topploeg. Hè. We kunnen dan een topploeg hebben dat je spelers houdt uit een middelmatige ploeg, like vorig jaar oudst. Dat de jongens zeggen, we hebben geen topspelers. Hè. We hebben een paar goede spelers en we hebben een groep waar we mee aan het werken zijn die we kunnen samenstellen tot een degelijk elftal. Maar ze hebben geen topploeg. Hè. Ik bedoel, dan is er nog veel werk aan de winkel. Hè. We gaan er wel eens alles aan doen om er naartoe te groeien, maar we moeten een beetje weten waar we mee bezig zijn. Ja. Maar alleszins, proficiat van Doorpunt. Met de middelen zijn we groeien, met drie middelen zijn we. Dan zijn we vanuit een degelijke organisatie. Dat is soms frustrerend, hè, als thuisploeg dat tijd en rustig en bal wegshotten. Oké, dat wordt er nog niet helemaal bij in het voetbal. Dat hadden de Belgen ook mogen gedaan tegen Spanje. De keeper van Hamme heeft toch ook een paar cruciale reddingen gedaan. Hè? Ja, mijn keeper doet dat geregeld. Dat is zijn handelsmerk. Dus het is waarschijnlijk een van de beste keepers op dit niveau, op alle gebied. Hij is niet groot, maar hij straalt enorm veel rust uit met de verdediging. En mijn 2 centrale verdedigers zijn 20 jaar. Maar hij heeft die jongens op een soort vaderlijke manier in zijn handen. Het is echt niet een goede keeper. Hebt u nog vragen? Mag ik een vraag stellen aan onze trainer?
Ja, meneer, u bent? Een sporter van deze al, een hele goede kameraad van Raf, een medewerker. En, van kleins af aan ga ik supporten. Gezegd dat je een goede match gezien hebt. Nee. Akkoord. Vorig jaar hebben wij hier in deze dag niet een goede match gezien. Want alle supporters hier waren content van de match die we gezien hebben. Vandaag? Ja. Maar ja, dat mag, hè. Maar toen hebben we vorig jaar niet een goede gezien. Ja, maar jij niet veel gespeeld. Oké, maar ja, dat is mijn zaak. Maar je kijkt naar mij. Ik bedoel, natuurlijk hebben we daar een paar fouten gedaan. Dat die laatste seconde, dat wordt er een vriendelijke fouten van de speler. En die eerste goal die allemaal gemaakt heeft, was misschien ook een fouten van ons verdediging. Fijn, en een arbiter was slag. Maar we hebben toch tamelijk goed gespeeld, vind ik. Moet nog rapper gaan. Dat is u, ja, zeker weten. Ja, hoe ga je dat doen? Dus sneller de bal te laten werk doen. We hebben te veel spelers. Sols zat het toch niet in de match. En dat is een man, onze regulateur, die snel het spel verlegt, zat het toch niet in de match. Jansen is onze man die de creativiteit moet brengen. Wat zei je dan? Het is goed, het is goed. Jansen die had creativiteit moet brengen, dat we te weinig gezien hebben. De beste in het middenveld eigenlijk is die jongen die ik moet pakken hem, dat is Egert. Vind ik dat die van mannen? Ja, vind dat wel. Ja. Maar ik moest een keuze maken, omdat ik mijn linksvoet in het middenveld en ik wilde per se een derde spits inbrengen. André, daar dacht ik mee in actie. Ja, dat is een keuze dat we mochten op dat moment. Nee, dank u. En ik stel ons nog schone momenten te wachten. Ik hoop het, dat er niet van gelaten. Dat is ook de bedoeling, hè? Maar ja, ben ik al blij dat ik onder contact zit met dit en dan een druk van mijn schouders. Dat is wel een strijder. Ja, Hans of. Je zult kritischer zijn, maar. Nee, ik vond het toch wel een leuke match. Strak, ja, toch? Ja. Ja. Ik heb met de vierde. Maar ik kan niet zeggen dat het altijd goed voetbal was, maar toch? Ja. Natuurlijk, de laatste minuut is een. Ja. Meer dan een schoonheidsfoutje. Ik zeg niet dat er onwil is of dat ze niet wilden, dat niet, maar ik heb te veel schoonheidsfouten gezien. Dat ik, als we 35 minuten lommel van Kasken naar de muur spelen, dat vond ik een goede voetbal. En dan hebben we op een moment, misschien doe je het aan tegenstander, dat weet ik niet. Ze zaten er misschien iets korter op dan lommel ook in die tweede helft vorige seizoen. En vorige week. De tegenstander? Ja, dat is wat Frankie zegt. Het groepsgevoel en kort en die laten spelen. Dan moeten andere oplossingen zoeken. Ik bedoel, sorry dat het zo lang duurt, maar we hebben twee centrale verdedigers met een hele goede lange bal. Als je ziet, als we met drie spitsen spelen en je hebt geen meerderheid meer in het middenveld, zoek, en die jongens zitten niet in de match, moet het niet gewoon zoeken een oplossing in het middenveld. Hè. Zoek dan sneller die lange bal naar André of diagonaal of sluit bij voor de tweede bal. Maar dan gaat Matthias nog iets. Dat bedoel ik. Dus dan zit het te weinig. Bezig met de match, met de ontwikkeling van de wedstrijd. Daar heb ik dat probleem mee. De enige die minder was dan die andere match, vond ik vandaag, is Baal. Die raakte niet echt in de match. Ja. Maar waarom had ik Steve erop staan? Ik wil dat direct verduidelijken. Ik hoef dat niet te verduidelijken, maar Steve is iemand die kan uit de moment een goal maken. Mm-hmm. Of dat hij nog goed speelt. Net voor de rust zo in zo'n moment. Die kan die ontpakken met zijn ogen dicht en boom, die zit binnen en de pijl. Dat is Steve. En ik moet zeggen, hij tot nu toe altijd elke match met alles gescoord. Dus ja, dat is hij als trainer. Natuurlijk. Dat was een keuze. Ja. Misschien erg jullie dus het eerste kwartier wat er gemakkelijk door en dat daardoor de plek. Ja, maar het is dat mij frustreert. Ja. Het nielijken en buitenkant voeten en nog eens tikken en we zullen eens even Barcelona voelen. Ja, een paar spelers van Hamme gesproken die zijn er ook van na dat kwartier. Oei. Maar ze hebben zelf wel toe dat. Dat wij tegen Lommel, we mogen met tegenspreken, de mensen dat gezien hebben, hebben we 35 minuten van het veld gespeeld. Absoluut. Die kon die rok nog in een bal, hè. Die wisten niet meer. Ik heb nog eens herkeken. We hebben 6 minuten op een zeker moment gewoon een bal rondgespeeld. En op hun helft, en die rokken er niet aan. Hè. Okay. Dat wil ik dat je dat doortrekt. Tuurlijk, het is competitie, dat is een ander gegeven. Maar we mogen niet een nonchalance ervan of denken dat zoveel beter. Dat zijn we bij niet, hè? Heel normaal. Als ik met een Mercedes stond eruit. Ik dacht, is dat een klant? Sponsor moet een klant krijgen, hè? Dan. Van de sporting. Ik krijg hier ook niet een Mercedes. Nog Audi toch? Degelijkheid. Zijn er nog mensen die iets willen vragen? Ja, Frankie, voor de Joey Dujardin, dat was toch een vraagteken, werd door iedereen gezegd. Vond hij vandaag zeer sterk was. Ja, dat is zoiets die
je weet dat van mij, van de eerste minuut dat hij aankwam, dat hij al op mijn zenuw werkte. Dat is een jongen die moet een boegbeeld vervangen. Ja. Een jongen die 20 jaar is, die een boegbeeld van de ploeg van 39 jaar. En van zijn eerste bal dat hij raakt, zijn zal dat hij niet goed is. Ja, dan is hij verkeerd bezig. Dan moet je gelukkig dat dat een jongen is met een heel goede hoofd erop. En gelukkig misschien dat ook centraal verdediger bij zijn, dat ik er mij enorm mee kan bezighouden ben, maar anders is hij hem kwijt. He. Dus ik heb me daar echt grondig aan geherderd. Ik ben daar verschillende keren voor op de barricades gaan staan. Eén, ik heb geen handen meer. Twee, ik was mijn vijfde centraal verdediger, onmiddellijk onder de handen als hij getekend heeft. Dus uiteindelijk zijn we moeten daarmee werken. En de jongen, hij maakt nog veel fouten. Oh, ik leid er ook nog ziek van. Maar als ik de kwaliteiten zie dat hij heeft, en aan zijn 20 jaar, met de snelheid dat hij heeft, ik ben 6 man op mijn gemak over hem nog een keer babbel. Dat ga je heel iets anders zijn, want hij leert heel snel. En uiteindelijk is hij vandaag heel zeker in zijn verdediging. Dus gewoon eens foutjes gaan er altijd maar meer uit. Maar jij weet ook wel, maar geen enkel duel verloren. Jawel. Ja, toch? Ah, ja. Op de goal. Ja. Dus ja, sorry, maar het schijnt dat in een bal een halve meter buiten was. Het schijnt dat het schandalig is, maar goed, ik kan het niet zien van waar ik sta, dus ik ga er geen commentaar over geven. Maar als hij hem zo wilt pakken op de zijlijn, dan moet hij van mij nog veel leren. Ja, dat is een fout die niet mag gebeuren. Was dat vanuit de pers de kritiek op die speler? Nee. De pers vind ik bij ons zeer goed zelf. Dus we moeten kennen, meneer Van Akker. We zullen moeten kennen. Ja, hij weet dat zeker. Nee, jongen. Wie is die van wie dat kwam? Dat is een doodschot van mij, Frankie, dus je moet... Nee. Wist niet wel dat die kwam toch niet van op het stuur van zo. Nee, maar ik moet zeggen... voetbalkenners tussen. Naar hem toe was het eigenlijk hortig zelf. Toch een degelijke jongen, een degelijke voetballer. Maar hij heeft enorm veel techniek. En dan begon hij achter zijn steunbeen en toestanden. Ja. Dat is weer die gasten die komen uit de jeugdreeks. Die komen in de eerste ploeg spelen en die moeten dat leren. Hè. Dat is de eerste ploeg, dat hebben wij er ook als jullie lopen. Alleen qua snelheid en qua verbonden capaciteiten en nu duelkracht. Die jongen gaat enorme stappen vooruit. Dat is echt tot die 6 man spelen naar die jongens. Dan wil ik nog een keer babbelen met de mensen die die kritiek hebben. Niet te veel bij stilstaan. Allee, we hebben een jonge ploeg. Ja, we hebben een jonge ploeg en ik weet dat ik met mijn jonge ploeg ook ben. Voor mij is het een uitdaging. Voor mij is het niet van, je zit daar in dinges en je moet dat en dat en dat. Nee, het zijn allemaal spelers die, like een Joey, een Rick Kempen, dat zijn jongens die in tweede nationaal of bij beloften van eerste klasse spelen, die tussen zo geen vaste waarden waren en waar je moet mee werken en die capaciteit hebben, maar die dat je niet kunt. In 2 dagen leren wat we gaan hem noemen, Jan Kriel kan na 12 jaar, dat kan ik niet. Maar gelukkig. Ja. Dat heb je dan opgelost, dat we ze weer trainen meer. Nog eens een vraagje, de Kuiper, in eerste tijd heel bewegelijk, heel veel, maar de tweede tijd niet meer gezien. Lukt er echt vervangen dan? Ja, dat is ook een van de jongen die komt van Kokzijde en die ook minder getraind en die heeft een achterstand. Het is zet, ik heb nog nooit zo'n voorbereiding gehad like dit jaar met die kwetsuren en dan jongens die erbij komen die niet meer getraind hebben en die achterstand hebben. En je moet constant schipperen en wegen en wekken. En dat zie je vandaag ook. We zitten talen de laatste 10, 15 minuten dat je begint te zien dat ze moeilijkheden krijgen. Omdat ze effectief redelijk veel achter de bal moeten lopen vandaag. Dus het kan alleen maar beter. Er heeft toch geen thuisploeg gewonnen in de eerste amateurklasse? Nee. Typisch tweede klasse voetbal. Mm. Als ik dat zou zien, dan denk ik direct dat is tweede klasse. Hetzelfde geld is hier ook 1-2 met die... Zeker weten, natuurlijk. Ja, zeker met Romero. Als die alleen naar de goal gaat, is dat... Misschien al 99%. Het was wel lang geleden dat hij aan de bal geweest was. Ja, maar hij heeft dat niet. Dus je kunt daar met hem... Het zijn dikke mensen die zijn tegen mij altijd hem af. Wat is dat links die bal? Hij had er hem niet af. He. Want ik kan vanuit klein stoekje kan hij duidelijk zijn. Doelpunten mocht hij niet zomaar. Geestmaker van de putten volgende week? Nog niet zeiden ze? Ik ga het zien. De ene moet ik nog Duitsland van de scanner zien. De andere heeft al een beetje getraind. Maar
Laten we zeggen, hij ligt nu al 2 weken dat hij niet traint, dus ik ga hem zeker niet brengen. Ik moet nog naar Serra en dan de week erop naar Beerschot. Dus ik mag lekker bij hem. Ja, super. Al één topploeg gaat hij, Frankie. Dus ja, dat kan niet zijn. Ik ben een toptrainer. Ik ben zelf begonnen. Dat was het volgende. Oké. Waar zit Jarik, Rahi? Die heeft vandaag meegespeeld met de belofte. En? Ik heb een matchje gezien. Ik wacht op verslag van de belofte. Je ziet dat hij bedoelt. Dat is Pascal de Vreese? Ja. Ik heb wel goed van de mensen van allemaal dat dat goed was. Ja, zo. Ik zie direct dat Jarik is. Dus. Ben je blij dat hij bij is? Ja. Linkse voet, die jongen met een goede mentaliteit, wat snelheid brengen, dat is altijd ja. Plezant. Dat we dat van wat gehad hebben. Het correct blijven op de andere jongens ook. Oké, dankjewel.